En dan nu? Tegenover de arrogantie van de macht staat, wanneer wij dat willen, de macht der machtelozen. Hallo kijkers, dit is de 200ste aflevering van Leuke Dingen voor de Mensen. En er zijn heel wat onderwerpen voorbij gekomen in die 6 jaar. Ik heb wat regelmatig terugkerende thema's, stokpaardjes kunnen ze ook noemen, en één daarvan is de bureaucratie. Ik zie van alles wat er misgaat en ik probeer dan te bedenken waarom sommige dingen gebeuren en hoe ik dat zou kunnen oplossen. En nu heb ik samen met Jan Verhoeven hier ook uit Nijmegen iets nieuws bedacht. Bureau Rode Reus, vernoemd naar de bijnaam van Dirk de Vrome. Een man uit Limburg die zich met hart en ziel inzette in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw om mensen te helpen die vastliepen in de ambtenarenwereld en tegen het misbruik van de macht opbotste. Hij schreef brieven, bedacht vrolijke acties en ging desgewenst dwars voor het loket liggen als dat nodig was. Samen met Jan Verhoeven gaan we met brrr, als u daar behoefte aan heeft, u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om de arrogantie van de macht te bestrijden. Bent u vastgelopen in de briefwisseling met de overheid en begrijpt u het niet meer? Belt u op woensdagochtend met 0617492824 en Jan Verhoeven en ik gaan samen met u nadenken over hoe we de wereld een stukje beter kunnen maken. U kunt ook op woensdagochtend naar Café Trianon komen op de Bergendaalse weg. Daar houden we van 11 tot 1 spreekuur. We houden het namelijk wel gezellig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Tegenover de arrogantie van de macht staat, wanneer wij dat willen, de macht der machtelozen. Nou, nog overal een lepeltje opplakken.